Ja, ik ben dus ook even archieven ingedoken om uit te zoeken wanneer de knuffelzender nou precies is ontstaan. En ik heb een aantal knuffelkranten gevonden waar iets in staat over de knuffelzender of de knuffeltelevisie. En de allereerste die ik heb gevonden is die van woensdag 12 maart staat erop. En ik heb even uitgezocht, die is van 2008. En er staat hier op de voorpagina, direct op de voorpagina, iets over de knuffelzender. En er staat dat ze de knuffelzender nu kunnen kijken op de computer. En dan gaat het over woon-, kook- en klusprogramma's. Dus die waren er toen al op woensdag 12 maart 2008. En er staat er ook nog weer wat anders in. Ook op, verder in de krant. En nu moet ik hem even openslaan. Er staat wat over knuffelidols. En er staat in de eerste zin: knuffelidols begint weer. Nou, wat kunnen we daar nou uit opmaken? Dat knuffelidols voor 12 maart 2008 dus eigenlijk al een eerder seizoen heeft gehad. Want ze zeggen het begint weer. Wat ik eigenlijk kan opmaken uit deze krant is dat de knuffeltelevisie sowieso in 2008 al bestond. Maar het zou heel goed kunnen dat het al eerder was. Alles valt weer van mijn bureau. Het is toch wat. Nee, nu valt het ook nog om. En ik had ook nog meer kranten gevonden. Maar die zijn allemaal net iets nieuwer. En die hebben we al gehad. Zelf. Ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer het is ontstaan. Nee, ik weet wel dat het in elk geval was voordat ik hier woonde. Dat wel, toch? Ja. Ja. En volgens mij is het een beetje het oudste beeld wat ik me kan herinneren van 2007 of 2008 of zo. Ik weet niet precies. En volgens mij van knuffelidols iets. Dat presenteerde Vlekje Junior toen. Ja, dat klopt. Ik presenteerde toen knuffelidols. Dat was heel leuk. Welkom bij knuffelidols. Zing maar mee met knuffelidols. Welkom bij knuffelidols. Jullie waren met de knuffelidols audities en Sabrina zat toen in de jury. Ze hadden toen al wel echt audities. Welkom bij knuffelidols. En vandaag weer allemaal nieuwe kandidaten. Ben je erg zenuwachtig dat jij straks al als eerste moet? Ja, heel zenuwachtig. En welk liedje ga je precies zingen? Ja, Rina, Dina, Colombi, Pina. Ik heb zelf ook in die musical gespeeld. En dan heb ik een aap gespeeld. En dus ik ken het liedje al heel goed. Helemaal heel goed gewoon. Onze juryleden van vandaag. Spotty. Spotty die gaat het helemaal maken. Spotty heeft al heel veel clipjes opgenomen voor op zijn nieuwe DVD, Spotty Flotty. Pioentje gaat ook een hele mooie carrière tegemoet. White Moon. En ons laatste jurylid is een heel belangrijk jurylid. Ze komt er zo aan, hoor. Het is Sabrina Visser, iedereen. Ja! Je hebt het ook helemaal gemaakt al, hè? Hoe vind je dat je ook eens een keer jurylid mag zijn alweer? En dit seizoen van knuffelidols. Dat is een hele eer. Goed, dan gaan we naar onze eerste deelnemer. Sjaiki! Zet hem op, Sjaiki! En ik ga het liedje Rina Dina Colombi Bina zingen. Uit de musical Rina Dina Colombi Bina.
Het wordt normaal gezongen door de foxies. Loppie doppie, loppie die, en Rina Dina, Colombia Dina, doet de monkey sing dance. Ja, door. En ze hadden ook live shows met een band, een echte band. Het was echt best wel spectaculair hoor, toen allemaal. De kandidaten die we straks gaan zien, worden begeleid door de pianist Peppe. Espressie gaat voor ons het nummer Lief Klein Hondje zingen. Lief klein hondje zit daar helemaal alleen, met geen enkel vriendje om zich heen. Ik geef het hondje een ei, nu is het leven niet meer zo saai. Nu is het hondje niet meer alleen, want nu heeft het hondje een vriendje om zich heen. Oh, even een traan wegpinken. Wat een gevoelig lied. Hallo. Nu de spannende uitslag. En wie is het geworden? Trommel piano graag. Trommel piano. En wie er door is. Optreden. En dat kan natuurlijk niet als popartiest. Dit was Knuffel. Dus ik denk dat er misschien ook wel knuffelzenders daarvoor zijn geweest dan. Want het was al best wel. Dus ze deden al wel echt hun best met dingen. Dus ik denk dat ze daarvoor al wel iets anders ook al hebben gedaan. Volgens mij waren we nog eerder hoor. Met Witje de IJsbeer. Een winterapje. Witje de IJsbeer. Du 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 du. Witje de IJsbeer. Du 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 du. Witje de IJsbeer. Die gaat weer op avontuur. Ja, Witje de IJsbeer. Witje. En de Jaguar. Hallo Witje, Witje, Witje. Oh, winterapje, wat is er? Nou, ik had gehoord dat de Jaguar er is. We moeten ons beschermen. Wat moeten we nu doen? Een iglo bouwen. Oh ja, natuurlijk, een iglo bouwen. Oh, kom. We gaan naar binnen toe. Ik ben heel bang hoor. Voor de Jaguar. Die gaat ons opeten. Nou, ik hoop dat we het allemaal overleven, hè? Ja, slaapje doen. Inderdaad, slaapje doen. Ik hoor de Jaguar. Oh jee. Oh jee. En... Ik ben bang. Ik moet vluchten. Hallo, ben meneer de Jaguar. Wil je met mij spelen? Ja, natuurlijk, meneer de Jaguar. Wij willen heel erg graag. Wat gaan we doen? Bokkie springen. Een keer over mij heen. Oh, boy. Ja. Dat was het dan weer. Tot de volgende keer. Ik heb volgens mij nog wel een oude fragment van eerder in 2008. Een soort talkshow of zo over de plannen van de regering. Nou, Paulina, wat zijn nou de plannen van de regering?
Nou, de regering wil dat de nieuwe wolkenkrabber snel komt. Alleen de gemeente weet nog geen plaats. Dus dat wordt nog wel even wachten voor de mensen die een woning, een kamer gehuurd hebben hier in de wolkenkrabber, in de nieuwe wolkenkrabber dan, hè. Nou, dat is wel een hele grote teleurstelling natuurlijk voor iedereen. En dat wil ik natuurlijk niet, maar als er nog geen plaats is, en anders hebben andere mensen weer last van de wolkenkrabber. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè. Nee. En de regering wou graag een molen. Die molen is er al gekomen. En haast niemand komt bij de molen. De meesten hebben bij de enquête hebben het wel gedaan. Wel ingevuld, we willen graag een molen. Maar ze kopen niets bij de molen. Dus de molen wordt veranderd in iets anders uiteindelijk. Oké. En had de regering nog meer plannen? En waarom zijn de knuffels precies tv gaan maken? Nou, dat heb ik dus ook proberen te zoeken. Overal heb ik gezocht in het archief. Maar dat kan ik dus helemaal nergens vinden. Nee, ik zou het echt niet weten. Het staat niet in de dagboeken. Het staat niet in de krant. Ik weet het niet. Nou, ik denk dat ze het gewoon leuk vonden. Gewoon leuk tv. Ik denk dat ze het gewoon leuk vonden om te maken. En ik denk dat je het eigenlijk een beetje moet zien dat wij eigenlijk ons eigen land zijn. Knuffelland of Koninkrijk Bruintje, hoe je het maar wil noemen. En eigenlijk hebben alle landen op de wereld ook hun eigen tv-programma's. Want wij hebben weer andere tv-programma's dan in Amerika, bijvoorbeeld. De Nederlandse mensen willen toch ook wel graag wat meer uit hun eigen omgeving zien. Dus ik denk ook dat je daar een beetje mee zou kunnen vergelijken. Dat we ons eigen land zijn, met onze eigen tv-programma's, onze eigen sterren en ook ons eigen nieuws. Want dat vonden we ook wel belangrijk, dat we ook het echte lokale nieuws konden kijken. Ze vinden denk ik ook bijvoorbeeld mensen uit Drenthe het ook fijn altijd om dan het nieuws op de tv-zender van Drenthe te kijken. Want dat is dan toch net iets lokaler dan van weer heel Nederland. En volgens mij hebben ze zelfs ook een soort nieuwszender of zo op de radio van Emmen. Nou, dat is dan nog weer kleiner. En eigenlijk, voor ons is het dan nog weer net iets lokaler, is dan de knuffelzender. Taylor in Nederland aangekomen om berecht te worden. Laatste ronde voor D66-lijsttrekkers. Koning Albert tikt Nederland op de vingers bij staatsbezoek Beatrix. Coevorden herdenkt ijzerkoekenoproer van 1770. Zuidlaarder maakt megapuzzel van 42.000 stukjes. En met foute kersttruien door Assen voor het goede doel. Welkom bij het journaal van de knuffels. Vandaag in het journaal van de knuffels. Kunst in de kas komt steeds dichterbij. Dallas is bezig met de verbouwing in de gang. En een grote schrik door bloed van pomp. Ja, het is natuurlijk wel een stuk interessanter als je gewoon nieuws kan zien uit je eigen regio. Dus dan toch wel ja, iets belangrijker voor je misschien. Dan wat helemaal aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
Maar je wil ook weten wat er in jouw omgeving speelt en zo. Bij het journaal van de knuffels. Er zijn een aantal peuters met de boerderij die last hebben van rare geluiden. Dit zijn watergeluiden. Kijk maar. Nou, we zijn hier dichtbij. Is een mini-boerderij die dus veel overlast heeft van het geluid van de waterpijp. Ja, hallo. Jullie hebben veel last van de waterpijp. Volgens mij is het de regenpijp, maar we weten het niet zeker. En we kunnen er gewoon niet van slapen. Het is allemaal heel vervelend, hè. En de regenpijp, zoals je ziet, zit daar. Ja. Oké, nou. We gaan weer terug naar de studio. Of de incidenten zijn geweest, of dat er leuke feesten zijn. Dallas heeft gisteren een privéconcert gegeven in Dalsapjanieuw. Hier zijn een aantal beelden van het geweldige privéconcert. Of dan nu met corona, wat het nou voor ons betekent. Want ja, wij zijn natuurlijk geen mensen. Dus bij dat soort dingen is het ook wel heel belangrijk om dan echte informatie voor de knuffels te krijgen. Welkom allemaal bij deze speciale nieuwsflits van het Journaal van de Knuffels. Over het gevolg van de coronacrisis op het leven van de knuffels en mensen in Koninkrijk Bruintje. We beginnen deze uitzending met waarschijnlijk het meest ingrijpende nieuws van deze week. Het ingevoerde reisverbod van en naar oma Poedoe, oma Stad, paardpoes, toepoedoe en opa Poedoe. Waarom precies? Legt Koala even aan ons uit. Nou, Wompie, dat komt dus eigenlijk omdat volgens de Nederlandse overheid de mensen boven de 60 jaar onder de categorie zwakkere behoren. En dat betekent dat ze vatbaarder zijn voor het coronavirus. Nou, eigenlijk dat ze, ja, de gevolgen van de besmetting met het coronavirus veel erger is. Ze gaan er ook sneller aan dood. En Frans en Rika, de burgemeester van Toepoedoe en de burgemeester van Oma Poedoe, dus die zijn allebei boven de 60. En daardoor behoren ze tot deze groep. En het advies van de Nederlandse overheid voor deze groep is eigenlijk ook om binnen te blijven, thuis te blijven, zo min mogelijk of eigenlijk geen contact te hebben met anderen, om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden. En daarom kan het dus best gevaarlijk zijn als wij knuffels en ook mensen zoals Dallas en Sabrina daar op bezoek gaan. En Koala, dit in- en uitreisverbod, dat geldt niet voor ons landje, toch? Nou, we mogen op het moment dus nog wel naar ons landje reizen, omdat er eigenlijk wonen daar geen zwakkeren. En hoe zit het eigenlijk voor de knuffels die buiten Koninkrijk Bruintje reizen, richting de mensenwereld? Eigenlijk gelden voor de knuffels buiten Knuffelland, dus buiten Koninkrijk Bruintje, gewoon dezelfde regels als voor de mensen. En gelden dit soort regels die de Nederlandse overheid heeft ingevoerd ook in Koninkrijk Bruintje? Gaan hier bijvoorbeeld ook de musea dicht? Ja, eigenlijk gelden er binnen de grenzen van Koninkrijk Bruintje verder
niet echt bijzondere regels. We kunnen gewoon nog naar alle winkels toe. Ik denk dat het ook wel belangrijk is, ja, dat je jezelf wel een beetje, ja, een soort representatie van jezelf kan zien in de media. Op de tv, ja. Dat vind ik ook, want anders kan je toch niet echt goed inleven. Hé? Ja. Ik denk dat het misschien ook wel was omdat dat nog een beetje was wat miste bij ons. Want we hadden al kranten en radio. Volgens mij was de radio eerst, maar dat weet ik ook niet zeker. Allemaal onze eigen winkels met eigen soort producten. Zelfs onze eigen leesboeken. Dus eigenlijk was de tv toch wel iets belangrijks wat dan nog miste. Ik denk ook dat de Knuffels TV of gewoon video's zijn gaan maken om de dagelijkse dingen wat leuker te maken. Ja, eigenlijk ook zoals ik in mijn manifesto had verteld over humor. Dit is trouwens wel in het Engels hoor. Use humor to make the real look less harsh and more entertaining. Look for entertainment in the most boring, daily and forgettable things. Ja, overal probeert ze een soort programma van te maken om het dan maar wat leuker te maken en wat minder saai. Ja, zoals met programma's als de koffieshow. Ja, toen moesten de Knuffels heel lang in de auto zitten na de puppycursus. De koffieshow. Koffieshow. Welkom bij de koffieshow. We gaan vandaag kijken naar de puppycursus van Pup. Januja! Nou, dit is Januja. We gaan praten met de eigenaar van Januja. Ik ga mevrouw de eigenaar. Wie is de vader en wie is de moeder van Januja? Januja's moeder is Evira. En Januja's vader is Born to Win by Dansen. Ik zit zelf ook op puppycursus trouwens, maar niet hier, want ik ben een knuffelhond natuurlijk. Nou, wij straks terug naar de reclame. Koop nu de prachtigste edelstenen bij de ons landje Edimarkt. Welkom terug bij de Doggy Show. We zijn hier bij de puppycursus. We gaan er nu naartoe. Oh, dit was te veel. Dat was goed. Oh, of de Safari Park Safi documentaires. Ja, we verveelden ons soms zo dat we de dieren maar gingen filmen. Die waren toch al van alles aan het doen. Ga even kijken naar een kleine witte wolf. De baby is maar aan het eten. Hallo, baby wolf. Oh, kijk. Dit is de grote wolf. Het is de nicht van de kleine wolf. Het is heel gevaarlijk zo dicht bij de witte wolf. Baby wolf. Oh, de baby wolf is helemaal wild. Nee, toch ja. Daar gaat ze. Baby wolf en grote wolf gaan spelen. Oh, wat zijn ze nou weer wild aan het doen. Ik ga nu even op de cavia rijden, op de cavia studie. Beetje eng. Ik heb het er net ook al gedaan, maar het blijft eng, hè. Want je weet dat je eraf kan vallen. Ah, ik ben gevallen, maar de cavia ging in draf. Welkom terug bij Dierentuin documentaire. Dit is Dalton de Vos. Dit is Pant Jolly. Nou, en dit is Witte Wolf 5. Mevrouw,
Wat bent u aan het doen? Met konijnenhuis school. Dit zijn Witje en Snoesje. Hoi Witje. Hoi. De bot. Het landje. Oh, ik zie Wilma daar. Pas op. Hoi Wilma. Terug. Wilma is nu haar hooi aan het eten. Kunnen we erin? Nee. Of goedemorgen, Knuffelland. Ja, dat was om het opstaan om al wat leuke te maken. Hallo, ik ben Malle. Welkom bij Goedemorgen. Knuffelland. Hallo mevrouw. We zijn hier van Goedemorgen Knuffelland. Wakker worden. Word eens wakker. Ik ben wakker. Koop nu dit boeklampje bij de winkel van Sabrina. Kom terug bij Goedemorgen Knuffelland. We waren vandaag bij het beroemdheid Sabrina Visser. En ik en Sabrina hebben even overlegd. Dan ga ik nu een van haar liedjes zingen. Oh, dat is helemaal niet overlegd. Magic Summer for Boy and Girl was het niet? Mm-hmm. Magic Summer for Boy and Girl. De? Weet je waarom vroeg het is? Ja, daarom heet het ook Goedemorgen Knuffelland. Dat is het juist de bedoeling dat we jullie wakker schudden, beroemdheden. Dat was het alweer. Dat was Goedemorgen Knuffelland. Welkom bij Goedemorgen Knuffelland. Hoe vind je dat je in Goedemorgen Knuffelland zit? Nou, ik vind het wel goed hoor. Het is niet zo heel vroeg meer, hè. En nu is het weg door natuurlijk dat je een liedje gaat zingen. Goedemorgen Knuffelland. Goedemorgen Knuffelland. Het is toch weer een mooie dag. Maar wat voor boek lees jij? Het hondenkookboek. Is het een leuk boek of is het een beetje vies? Nou, voor de hond zal het heel erg leuk zijn. We gaan nu kijken naar de aantal files op dit moment. Wat? Op dit moment zijn er geen files in Chanelleco. Maar er is een grote opstapping van knuffels rond de bioslaan op het Stadsplein. In de Klemmoerstraat zijn wat huisjes ingestort. Vandaar dat u niet op de begaande grond mag winkelen. Met de begaande grond bedoelen we alleen de gedeeltes op het vloerkleed. Nu Sabrina Visser met het nieuws. Er was gisteren... Een prachtige honden- en paardenshow in Dortmund. Waar we gingen. En Janoja was er ook geweest. En hoe ging het met Janoja? Nou, Janoja gedroeg zich als een echte wolf. En dat betekent dus... Ze ging grommen naar de keurmeester. En toen werd ze ook nog bang voor de keurmeester. En toen zijn we de ring uitgestuurd. Nu de prijsvraag. Je kunt kiezen uit 3 dingen. Een hele stiekje set, een hele stiekje set, knipje set. Het Totally Spice topje en een haarborstel. Waar ligt het Cornel Ben geschenkenwinkeltje waar ik wegkom? We geven 4 keer een prijs weg. Dring! Hallo, met wie spreek ik? Met Beertje? Ik weet het antwoord. Münster en Berlijn. Ja! Yeah! En wat wou je graag hebben? Ik wil graag de knipjes... Nee, de haarborstel. Want de haarborstel komt direct naar je toe. Zijn we naar de volgende vraag. We hebben nog 2 dingen. Alles moet weg. Dit is allemaal gevonden in Sabina's huis. Echte Belgia-producten. Van wat voor dier moest het hoofd in kokend water? Bij het eerste receptje wat Sabrina zei. Ding! En dan met wie spreek? Keekje! Een saap! Dat is goed! Nou, dat was... De quiz van Goedemorgen Knuffelland. En dat was Goedemorgen. Ik denk die allemaal, ja. Ja, en
Hoe gastvrij ben jij? Die ook. Ja, dat was ook tegen verveling in de auto. Welkom bij het programma Hoe gastvrij ben jij? Bij dit programma gaan knuffels zwaaien naar mensen die langskomen. Ze zeggen dan hi of hallo. Als de mensen terugreageren, zijn ze gastvrij. Dan ziet iemand hi! Een knuffel in de tractor, hi! Heel dik.